Als tiener droomde ik van een leven vol seks, drugs en rock'n'roll. Inmiddels ben ik 25 en is mijn leven totaal niet spannend. Maar die dromen, die zijn er nog steeds. En ik ben klaar met fantaseren. Ik zoek het spannende leven zelf wel op. Door Hollywoodfilms als Showgirls en Burlesque fantaseer ik al jaren over een carrière als sexy danseres. Alle ogen op jou, met alle meiden één familie vormen en altijd in je vrouwelijke kracht staan. Maar heb je als stripper echt de macht of ben je vooral bezig met vervelende klanten en vooroordelen? Het eerste wat ik denk als ik jou zo zie is, waar heb je dit geleerd? Ik dans al sinds mijn derde, dus ik heb een hele grote achtergrond met dansen, heel breed, van ballet, hip-hop. Maar eigenlijk leerde ik pas echt strippaaldansen in de club. Ik heb prachtige collega's en die hebben mij in de rustige tijden, hebben ze mij alles geleerd van oogcontact maken, je lichaam aanraken. Ja? Als stripper moet je echt een andere soort energie in. Bij mijn strippen staat het echt om in je kracht staan, je seksualiteit en je sensualiteit omarmen. En dat leer je eigenlijk gewoon door te doen. Oh my god, ik wil dit ook kunnen! Dus het is niet zo dat als jij al een goede, zelfverzekerde danseres bent, dat je dan al gelijk gemaakt bent voor dit vak? Het gaat zeker helpen. Oké. Okay. Want dit is inderdaad iets waar je zelfverzekerd voor moet zijn en contact met je lichaam is heel belangrijk. Ja. Maar alle finesses en alle sales skills en de magie verkopen, dat is een eigen kunst. Sales skills? Ja, je bent aan het verkopen. Je bent een fantasie aan het verkopen. Je moet zien hoe je de mooie sensuele ervaring toch een centje uit kan trekken. Het is en blijft een baan. Ik kan niet wachten om te ontdekken of ik dan toch een geboren paaldanseres ben. Nova wil me best wat moves leren, op voorwaarde dat ik wel hoge hakken draag. Want die benadrukken de mooie lijnen van het vrouwelijke lichaam. Ik vreesde voor mijn leven in deze pleaser heels, maar Nova is er niet echt van onder de indruk. Dit is ook wat we noemen de baby stripper heel, dus relatief een lage hak nog. Oh, dus dit is wel de heel waar elke stripper mee begint. Yes. We zetten het been in, ja. We pakken de andere arm en we laten hem vallen. Dus oh, deze hou ik gestrekt. En dan laat ik hem zakken naar de grond. En dan kun je vanuit daar op de grond... Kan je allemaal twerken. Oh. Of allemaal andere leuke dingen doen. Dus hoe voelt dit? Nog niet heel comfortabel. Okay. En mijn handen zweten. Oh. Heb je dat ook? Ja, zeker in het begin voor de spanning. Ja. Maar daar hebben we een middeltje voor, dus dat ga ik je even aan je geven. Ja. En gebeurt het nog wel eens dat een beginner uitglijdt? Of... Ja, ongelukken zitten in een klein hoekje. Maar gelukkig is het ook een kunst om de foutjes mooi te maken. Dat is echt die performance skill die je hier ontwikkelt. Ja. En ook de beginners, soms maken ze de meest unieke bewegingen, vallen ze. Maar zoals, hoe ze doorgaan, zo verkopen ze het alsnog. Ah, oké. Okay. Ja, dat zie ik ook vaak bij Beyoncé bijvoorbeeld. Ja. Dat ze dan een perfecte show heeft neergezet en dan achteraf is ze heel boos op iets wat verkeerd ging, terwijl niemand het zag. Dit is dus echt het onderdeel van de avond wat mij altijd het leukste leek. Wat je ook echt in die films terugziet, dat sisterhood gevoel. Ervaren jullie dat ook echt zo? Ja, zeker, absoluut. Ik denk dat deze club daar wel speciaal om is. Ik heb proefshifts gedraaid in andere clubs. En ik kan zeker zeggen dat de atmosfeer, de vibe, de sisterhood vibe, maar ook gewoon het elkaar gunnen om klanten met elkaar te delen. Niet echt letterlijk het vechten slash... Niet die competitie. Precies. Heb je hier. Dat heb je echt totaal niet. Het is heel gewoon
inderdaad van, oh, als je ziet dat een klant zeg maar eigenlijk je vriendin heel leuk vindt, dat is van, hey, go for it. En je helpt elkaar altijd een beetje met de hustle, zeg maar. Yes. En ook, ik heb het gevoel dat we heel vaak hier allemaal zitten van, oh, iemand is een beetje, voelt zich niet zo fijn of zo. Dan zitten we allemaal heel erg om diegene heen van, hey, wat is er aan de hand, lief? Ja. En wat, ja, het is een hele fijne sfeer hier. Maar wat zijn dan dingen die voor kunnen vallen waardoor een meisje ja, zich echt moet terugtrekken hier en echt dat support nodig heeft? Dat is gewoon best wel moeilijk aan het werk soms, dat mensen kunnen heel dronken zijn, mensen kunnen heel lomp zijn, mensen kunnen denken dat ze alles tegen je kunnen zeggen of alles bij je kunnen flikken. En dat kan soms gewoon, soms kan je daar heel goed tegen winnen, maar er zijn avonden dat het gewoon helemaal niet goed valt. Want je stel je voor, je moet net opgesteld worden en je had al een kutdag en dan is er ook gewoon een klant gewoon even onbeschoft tegen je. Dan kan dat heel vervelend zijn en dan is het heel fijn dat je andere meiden hebt om op terug te vallen. Zijn er veel dingen die meiden onderschatten aan een avond werken hier in de club? Ja, ik denk dat het heel fysiek werk is. Veel mensen zijn na één keer performen al moe. En je moet vaak wel een handje vol keren performen. En dan ook nog lapdances. En je werkt vaak met toch wel mensen die een borrel op hebben en geil zijn. Dus je moet ook goed je grenzen kunnen stellen. Yes. Dus als iemand iets wil doen waar ik me niet comfortabel bij voel, nee dank je. En dan ga ik weg. Door links langs, zet de arm op schouderhoogte. En we laten het vallen. En we strekken het naar voren. Wat de media misschien ook een beetje meegeeft, is dat meiden die in een stripclub gaan werken, meiden zijn die zichzelf helemaal hebben verloren en geen toekomst meer hebben. Ik vind dat echt heel jammer om te zien. En ik ben ook heel blij dat jullie daarom kunnen lachen. Is het dan alleen omdat jullie werk wat sexier is, dat er daarom zo tegenaan wordt gekeken? Ik denk dat ze het gewoon moeilijk vinden om te zien dat vrouwen lekker sterk voelen, sexy voelen. En dat ze er ook nog geld aan uitkrijgen. Ik denk dat ze het makkelijker vinden om een vrouw op straat lastig te vallen. Want oh, zeker. Dan als zij ervoor kiest van, hey, je mag me aandacht geven, maar dan wel tegen een prijskaartje. Inderdaad, je mag wel seksualiseren. Of geseksualiseerd worden eigenlijk ook. Je mag er passief in zijn, dat is prima allemaal. Je mag ook vrouwen seksualiseren. Maar oh wee, als ze zichzelf seksualiseert, dan zijn de poppen aan het dansen. Dat kan echt niet, jongens. Oh, no. Oh, nee. Weet je, mannen hier, of überhaupt mensen hier, zijn respectvoller dan als ik over straat loop. Of als ik in een nachtclub ben of zo, weet je wel. Dan, gewoon hier zijn ze, hier, we weten allemaal wat ik hier doe en iedereen weet waarom ze hier zijn. Alleen als ik over straat ga, ik gewoon eventjes naar de supermarkt. Dus ik zie er zo uit, weet je wel. En dan word ik nageroepen en ik hou je bek. Ik ben hier nu niet om geseksualiseerd te worden. Als ik hier aankom, ik maak me mooi op, ik doe mijn sexy kleren aan, ik doe een leuk dansje. Nou, dan heb ik er zelf voor gekozen. Stripcultuur heeft gewoon echt een handleiding. Breng cash mee naar de club. Raak mensen niet aan zonder consent. En voor elk gesprek wat je met iemand aangaat, respecteer diens tijd. En betaal door of een drankje te kopen of geld te geven. Ja, ons geld is, of tijd is geld waard. Ja, bijvoorbeeld, ik heb ook in de VS gedanst. En daar weet iedereen dat gewoon. Dat is gewoon algemeen kennis. Weet je, dat wij gewoon geen uurloon krijgen. En dat we dat gewoon elke seconde is inderdaad geld voor ons. Maar kan ik dan straks ook verwachten dat deze hele vloer vol ligt met de briefgeld? Oh, dat zou zo vet zijn, hè? In de Amerikaanse film zie je het, hè? Want daar hebben ze dollar bills, gooien ze het en strooien ze het. Maar wij hebben helaas in Europa euro's en dat zijn munten. En dat is gevaarlijk. Dat doet pijn. Ja. Gooi dat alsjeblieft niet naar ons. Zeker niet zonder consent. Oh. Nee, dus het komt wel eens voor dat mensen 20 euro of 5 euro of andere briefjes in onze outfit stoppen als we daar consent voor geven. Okay. Maar voor de rest verdienen we eigenlijk niet aan de paal te dansen. We verdienen door met de klanten eigenlijk te spreken om te kijken hoe we een mooie avond samen kunnen hebben. Dus na het dansen was onze handen, gaan we even opfrissen en dan gaan we naar de klanten toe lopen die ons oog hebben gevangen tijdens de performance. En dan stellen we ons voor en dan proberen we te kijken of we misschien lekker samen een flesje champagne kunnen drinken, want daar krijgen wij een commissie over. Okay. We kunnen een lapdance zien te verkopen. We kunnen hier beneden een lapdance, daar gaan we alleen topless en dan dansen we voor twee nummers. Okay. Of we willen ze meekrijgen naar de privékamers boven. En daar hebben we echt mooie kamers met een jacuzzi. Oh. En daar kunnen we dan voor een half uur of een uur, misschien de hele avond, hele mooie striptease geven en eigenlijk een luxe lapdance. Dus wat we hier zien is eigenlijk maar een heel klein onderdeel van de avond. Ja, dit is eigenlijk een beetje de teaser wat je aan de paal ziet. En een groot deel van het werk is praten.
en zien te verkopen. Sommige klanten hebben gewoon behoefte aan een luisterend oor. Dat bieden we ook heel veel. Maar dan zeggen we, oké, heel erg mooi, maar helaas aan luisteren krijgen we geen cent. Nee, ga maar naar een therapeut. Oh, nee, gelukkig niet. Wij zijn heel vaak therapeuten voor mannen in deze club. Oh, ja, oké. Maar dan moeten ze wel een flesje champagne kopen om onze tijd natuurlijk goed te maken. En tijdens het werk ga je heel vaak nee horen. Want je moet je voorstellen, het is een snoepwinkel voor volwassenen. Ja. Iedereen heeft een ander snoepje die ze lekkerder vinden. Dat is denk ik een van de grootste dingen die beginnende strippers moeilijk vinden. Okay. Is heel veel afwijzing te ontvangen. En ook zien te kijken van oké, hoe kan ik deze afwijzing ombuigen of alsnog zien te verkopen. Dat ze alsnog op een manier geld aan me geven door toch te kijken van, oh, misschien wil je mijn snoepjesmaak niet, hè, mijn lichaam of mijn persoonlijkheid niet. Ja. Maar mijn vriendinnetje hier wel, laten we samen een dansje aanbieden. Was het ook iets waarvan je dacht van, dit wil ik later gaan doen? Nou, dansen wel, want ik dans wel gewoon echt al heel erg lang en zo. En ik wilde ook altijd heel graag gewoon in clubs dansen en dat soort dingen doen. Dat leek me gewoon altijd heel erg leuk. Ja. Ik heb een beetje een ander pad bewandeld. Ik heb mijn bachelor gedaan in de UvA en toen kunstgeschiedenis. En toen heb ik een master gedaan in Parijs, cultuurmanagement. Dus ik was eigenlijk meer gewoon bezig met studeren en zo. En ik danste wel, maar ik ging weer gewoon naar dansles. Ik heb ook een tijdje, dus na mijn master, kreeg ik ook best wel een goede baan in de mode. En toen dacht ik even van, oh, ik heb het helemaal gemaakt en zo. Dit is het helemaal. En ik besefte gewoon van, oh, ik vind het helemaal niet leuk. Ik ben er nog niet klaar voor, dat 9 tot 5. Ik wil nog gewoon even wat anders doen, nu ik mijn wilde haren nog heb. Ik ben ook mijn eigen bedrijf aan het opzetten. En ik ben nog met heel veel andere dingen bezig. Dus want je hebt er tijd voor. Je hebt tijd om al die dingen nog verder op een gegeven moment op te zetten. Heel veel vrouwen hier hebben side businesses kunnen starten door het geld dat ze via strippen verdienen. Oké, ik denk dat ik de club te schande doe als ik straks op dat podium ga staan. Dus ik ga in het publiek zitten. Kijk hoe jullie alles doen. Wat voor soort mensen kan ik eigenlijk verwachten in het publiek? Dat is het leuke aan deze club. Je weet het nooit. You never know. Anybody can step in. Een verrassing. Van je buurman tot een rijke CEO. Ja. En dat is het leuke aan dit werk. Every evening is different. Namelijk heel veel mannen in de club en het is heel divers. Je ziet mannen die echt in groepjes zijn, die wat jonger zijn en echt genieten van hoe de vrouwen voor hen dansen. Ook mannen die alleen komen en gewoon echt op zoek zijn naar gezelschap. Dus je voelt ook echt dat ze gezellig aan het kletsen zijn en een leuke connectie hebben. En ik heb er ook al een paar naar boven zien gaan, dus er wordt in elk geval goed verdiend. I'm getting lit, they talking shit, they never fool me. Walk with a limp, clapping a bitch if they think I'm pussy. I never quit, talking my shit, back on my bully. I never quit, talking my shit, back on my. She thinks she popping cause she got a following, damn she changed. No we ain't proud, she don't even reach out to see how we doing these days. She better humble herself cause all of the homies been saying she lame. Ben je zo sterk? Hoe ben je nooit duizelig? Hoe blijf je bikini zo goed zitten? En hoezo ben je nog niet buiten adem? Ik vind het echt, echt heel cool. Als ik dat ook zo zou kunnen. Ik vind het echt zo vet. En je merkt ook gelijk dat ze zich veel krachtiger voelt als die muziek eenmaal aangaat. En de lampen. En woe! En ik wil die hakken. Er worden al best veel lapdances gegeven op het moment. En ik zie mannen er echt wel genieten en er helemaal op ingaan. Je merkt ook dat het contact echt eigenlijk veel intiemer is dan ik eigenlijk had gedacht. Ik word er een klein beetje ongemakkelijk van. En ik bedenk me nu eigenlijk dat ik zelf nog met de kant.
Nova en Laura waren duidelijk. Deze wereld is niet voor iedereen. Mocht ik willen solliciteren als stripper, zou ik eerst een dikkere huid moeten kweken en comfortabeler moeten zijn met mijn seksualiteit. Ik ben in elk geval wel geïnspireerd om meer in mijn vrouwelijke kracht te staan. En die mooie hakken hoeven niet achter in mijn kast te verdwijnen.